Zwieren en Zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV. Look out, here we go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zwieren en Zwaaien. En jullie zullen wel denken, staan ze nu alweer in Waalwijk? Daar zijn jullie toch al geweest? Dat klopt, hè? Toen was het kermis, hè? Ja, en we komen gewoon weer terug. Ja, want deze keer is het weer kermis, maar dan in het klein, hè? Heel klein. Ja, ja, want Henny van Oers die zit in het huis van Waalwijk bij de afdeling van de Heemkundekring met zijn miniaturen. Dus ik stel voor dat we daar maar even naar gaan kijken, hè? Ja, lijkt me leuk. We gaan snel naar binnen. Zo is het. Veel plezier. We zitten hier vandaag gezellig met Henny van Oers, midden op de kermis. Hoe voelt dat om hier zo te zitten? Ja, het is natuurlijk wel een unieke kans om het eens een keer aan de mensen te laten zien. Hè? Want deze kermis hebben wij eigenlijk aan de Heemkundekring geschonken in Waalwijk. Met de bedoeling dat die dus bewaard zou blijven en dat die in ieder geval voor de mensen te zien zou zijn. En we hebben dus 4 jaar... gerestaureerd om het allemaal weer draaibaar te maken en de verlichting na te kijken en de bedrading. En ja, nu zijn we eigenlijk zover dat we een gedeelte van de kermis een keer aan de mensen kunnen tonen tijdens het Halve Zonnefestival. Er staat hier natuurlijk van alles opgesteld. Wat zien we hier zoal? We zien hier eigenlijk de miniatuurkermis gebouwd door mijn grootvader in de periode 1945-1955. En mijn grootvader was schoenmaker, die had een schoenfabriek in de Stationsstraat in Waalwijk. Dus die hoefde echt niet ver te lopen naar de kermis. En kermis was ook zijn passie en die wilde graag attracties na gaan bouwen. En zo is hij eigenlijk net na de oorlog begonnen. En ja, uiteindelijk is dit uit voortgekomen. Dus tenminste, het theater, de Lukschommel, de gebakraam, de draaimolen hierachter, die zijn gemaakt door mijn grootvader. Maar tijdens de periode van restaureren, de afgelopen 4 jaar, vonden wij het leuk eigenlijk om als nazaten die kermis wat verder uit te breiden. En toen zijn we begonnen om wat attracties bij te bouwen, zoals de schietent, de Altijd Prijs, de Waarzegster en deze hele rij hier. Dat zijn allemaal attracties die dus vroeger ook op de Waalwijkse kermis hebben gestaan. En er zijn zelfs 2 attracties. De frietkraam, die stond altijd vroeger hier op de markt, waar vroeger Albert Heijn was. En die was van de gebroeders Trommelen uit Waalwijk. En deze snoepkraam, die was ook van dezelfde firma. Ik krijg gewoon een heel mooi beeld van hoe het er vroeger uitzag. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling om een sfeerbeeld te geven van die periode van Waalwijkse kermis in het centrum. Het is natuurlijk ontzettend veel werk om zo'n attractie na te maken. En ik hoorde u net zeggen, u loopt er ook wel een beetje tegen aan het publiek. Dus de poppetjes, om die te vinden. Wat zoekt u precies dan om te gebruiken in de attracties? Nou, we zoeken eigenlijk popjes tussen de 12 en de 15 centimeter. En dan het liefst mannen. Want vrouwen kunnen we makkelijk zelf vinden. Hè? En een kermis die dus helemaal voor 100% wordt bediend door vrouwen, ja, dat is een beetje onredelijk en onwijs ook, want dat gaat niet, hè. En kijk, je kan een dame in de kassa zetten, maar als er alleen maar vrouwen lopen, dat kan niet. Er moeten ook mannetjespoppen zijn en die zijn bijna niet te vinden. Nee.
Ze willen ook de mannen, want het moet immers ook opgebouwd worden. Daar hebben we mannen voor nodig. Maar als ze nu die poppetjes hebben thuis en ze denken, ik doe er toch niks mee. Hoe komen ze met u in contact? Hoe komen die poppetjes bij u? Dan kunnen ze het beste contact opnemen met de heemkundekring in Waalwijk. Want wij zitten elke woensdag daar en dan kunnen ze ze eventueel ook komen brengen. Mensen die het nou missen, het Halve Zolen Festival, de kermis is straks ook nog te bezichtigen ergens anders. Wil u daar iets over vertellen? Nou, de bedoeling is eigenlijk dat die kermis opgesteld komt te staan in het Huis van Waalwijk. En dan helemaal compleet en met Waalwijks decor als achtergrond. Want deze kermis stamt ongeveer uit 1950, begin 50er jaren. En toen stond hij opgesteld in de Stationsstraat, op de Markt en op het Raadhuisplein. En met die decor als geveltjes erachter moet het toch wel een duidelijk sfeerbeeld geven van de Waalwijkse kermis in die tijd. Nou hoorde ik ook dat u binnenkort ook nog ergens anders staat. Waar staat u binnenkort? We staan ook met de miniatuurkermis, maar niet deze, maar met andere op de nostalgische kermis in Tilburg. In een spiegeltent op het Westerplein. En dat doen we eigenlijk al meer dan 20 jaar. En we proberen elk jaar iets moois van te maken met foto's. En dit jaar hebben we trouwens een specialiteit. Want dit jaar brengen we ook het meisje zonder hoofd mee. En dat is eigenlijk alweer jaren geleden. Dus, maar die show vinden de mensen wel leuk. Dus die brengen we dit jaar ook weer een keer mee. Nou houdt u zich niet alleen bezig met het restaureren van oude attracties. U heeft ook nog een boek geschreven. Ja natuurlijk. Ook uit mijn hobby eigenlijk, en dat is kermishistorie, heb ik geprobeerd altijd zoveel mogelijk informatie op te sporen en ook om vast te leggen. En alles wat ik eenmaal heb vastgelegd, ja, dat blijft natuurlijk bewaard. En na verloop van tijd begint dat weer te kriebelen. En dat heb ik natuurlijk in dit voorjaar ook gehad. Want ik heb natuurlijk een hartstilstand gehad eind vorig jaar. En daar ben ik dus dankzij mijn vrouw wonderwel goed uitgekomen. En ik kreeg ineens thuisgekomen zoveel inspiratie om weer eens een boek te maken. En daar is uiteindelijk in een paar maanden tijd is daar dit uit voortgekomen. Ja, een heel mooi boek. U zegt dit, we hebben eigenlijk een preview. Want hij wordt op dit moment gedrukt, gaf u aan. Ja, dit is de proefdruk en hij wordt momenteel gedrukt. En alles ging volgens plan, dus ik verwacht binnen anderhalve week dat hij van de persen rolt. Ja, dat is natuurlijk heel veel animo voor. Als mensen dit boek nou willen aanschaffen, waar kunnen ze hem dan onder andere kopen? Ze kunnen het in ieder geval komen halen en dan is het ook zonder verzendkosten op de Kermis Expo in Tilburg, op het Westerplein. En dan later kan via een bepaalde website kan het boek ook besteld worden. Maar dan komen er natuurlijk wel verzendkosten bij en het is altijd makkelijker en misschien ook wel gezelliger om hem gewoon in Tilburg af te komen halen. Ja, dan kunnen ze de schrijver ook nog ontmoeten. Inderdaad, die zet dan eventueel ook nog een handtekening erin. Wat willen we nog meer? Zwieren en zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV.